Ja, het geeft gewoon een heel vrij gevoel en het maakt me gelukkig. Alles in het leven van de 14-jarige Quinty Hersie uit Almere draait om schaatsen. Ja, ik vind het gewoon superleuk om te doen en ik heb altijd gewoon heel veel plezier erin. En ook eromheen, altijd wat je doet, bijvoorbeeld fietsen en hardlopen en skileren, dat vind ik ook allemaal heel leuk om te doen. Over een maand beginnen de Olympische Winterspelen in Peking. Quinty kijkt ernaar uit. Ze wil graag alles van het schaatsen volgen. Vooral hoopt ze dat haar voorbeeld Jutta Leerdam goud pakt bij het lange baan schaatsen. Wat zou jouw reactie dan zijn als jij voor de televisie zit? Heel blij, ja. Ga je haar dan ook een bericht sturen? Ja, ik zet sowieso wel vaak dingen op mijn verhaal en dan zet zij dat ook weer op de verhaal. Dus dat is sowieso altijd wel heel erg leuk. Maar ja, ik denk dat ik dat wel misschien wel te mee ga doen. Ja, dus jullie kennen elkaar eigenlijk al? Nou ja, kennen, dat is wel een beetje een groot woord. Maar ze zet me wel vaak op de verhaal, maar dat doet ze bij iedereen zowat. Quinty wordt gezien als een van de grote Nederlandse talenten. Domeers is nu nog jong. Ze is Nederlands kampioen op de 500 meter bij de B-pupillen. Ze weet nu al wat belangrijk is om de echte top te halen in de sport. Gewoon heel veel plezier denk ik hebben. Dat is wel het belangrijkste. Als ik dat heb, dan moet denk ik wel veel goed maken. En ja, natuurlijk ook gewoon heel veel trainen en steun voor mijn familie. Ja, dat is belangrijk hè? Ja. Lekker Quinty! Ik denk dat ik wel nog wat feller mag zijn en ook nog wat meer kracht sowieso natuurlijk. En mijn startsnelheid mag ook nog wat beter. Ja, en de bochten gewoon doorrammen. Gewoon in de trainingen ga ik vaak achter de jongens aan, want die zijn toch wat sneller dan wat ik ben. En dan probeer ik hun snelheid aan te houden en dan heel erg te letten op mijn techniek. Maar ook heel erg te letten op dat ik snel ga. Dus wel krachtig afzetten. Over hoeveel jaar zien we jou op de Olympische Spelen? Ik denk pas over 8 jaar. Ga ik je dan zien? Ja. Spreken we dat af? Ja, is goed. Wat dan?